In het millenniumproces wachten juryleden een zeer zware taak. Free Palmers wordt beschuldigd van 2 moorden. Haar beste vriendin Brechtje Vindevogel, 18 jaar geleden, en haar dochtertje Roos. Ik weet dat jij je dochter daar straks een keel hebt proberen over te snijden. Ik ga je pakken. En dan zorg ik ervoor dat jij voor jaren de pak in gaat. Ik heb in mijn scheiding, ik weet dat wel, tuurlijk wel. Maar de politie heeft nooit niet verder gekeken dan dat. Ze hebben alles gebruikt om mij vast te steken, alles. Zit hij toch in de jury? Ik kan over elk jurylid een verhaal vertellen. Holly Keusters. Mensen moeten gestraft worden binnen het rechtssysteem. Als iedereen zijn eigen strafmaat zou bepalen, zou het proper zijn. Daphine, heeft u daar nog nooit geslaan? Jezus. Jan. Met mijn apen is het heel simpel. Als ze zich afwijkend gedragen of als ze de hiërarchie niet respecteren. Ik zeg alleen maar dat de politie dat niet heeft onderzocht. Is het waar dat het onderzoek dat jij 16 jaar lang gevoerd hebt nooit werd weerlegd? Ja. Gelooft jij dat Free Palmers de moord op Brechtje Vindevogel heeft gepleegd? Wat is dat hier voor flauwekul? Ik wil graag dat de griffier noteert dat de procureur hier de getuige de mond probeert te snoeren. Nee, ik zit hier niet te liegen. Jij wilde Free Palmers in de gevangenis. Daar had jij alles voor over. Free, jij kon van niemand niks meer verdragen. Je hebt zelf gezegd dat als iemand te dicht bij Roos zou komen, dat je serieus zou verweren. Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Alles op maan. Ik hoef deze was van die klootzak niet te pikken. Ik denk niet dat ik de juiste mens ben om te oordelen over iemand anders.